Ja, dames en heren, en aan mij de ongelofelijke eer om dit jaar dit spektakel, deze Clash van de Titans, te mogen presenteren. Ik heb er ontzettend lang over zitten zeuren of het mocht en uiteindelijk is het me gelukt. Nou, ze staan hier allemaal, kijk jongens, dat zien ze er prachtig uit. 10 berensterke kanjers die gaan strijden voor de eer, voor de sterkste man van Nederland. Jongens, zet hem op en mogen de sterkste winnen. We zijn in de Achterhoek in Borculo. Oorspronkelijk bestond dat vooral uit het kasteel Borculo. Het stadje ligt aan het dromerige riviertje de Berkel in een mooie landelijke omgeving. Rond Borculo vindt u prachtige Saksische boerderijen. Enkele daarvan zijn voor het publiek toegankelijk en bieden een blik op het boerenleven door de eeuwen heen. Maar er is meer. Er zijn maar liefst 6 musea, waaronder het Brandweermuseum en het Kristalmuseum, waar edelstenen, mineralen en fossielen te bewonderen zijn. De veemarkt in Borculo, het strijdtoneel voor de competitie Sterkste Man van Nederland 1999. Dit zijn de deelnemers. Als eerste Angelo Bruren, project engineer uit Grubbevorst, 37 jaar, 128 kilo en 1,98 meter. En hij komt uit Limburg, dus bij Mich heet er een streetgeveur. Hij is portier en vrachtwagenchauffeur en met zijn 24 jaar de jongste van het stel. Hij weegt 129 kilo, is 1,98 meter lang. Jarno Hams uit Vroomshoop. En ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar het is een beetje mijn favoriet. Nu al. De gigant uit Rotterdam, 34 jaar jong, 140 kilo. Hij is 1,90 meter lang, sportschooleigenaar André Bol. En hij heeft gisteren pas gehoord dat hij mee moest doen. Wat denk je daarvan? Robert Wolters is accountmanager en beleidsmedewerker. Komt uit Raalte, is 27 jaar, 1,94 meter lang. En hij weegt 138 kilo, schoon aan de haak. Dit is Ron van Wamel. Hij is 30 jaar, weegt 125 kilo, is 1,82 meter en werkt bij de marinebeveiliging in Den Helder. En dit is de best geklede van het hele stel. Een onderhoudsmontuur uit Vinkeveen, Eduard Leeflang. Net als Ron van Wamel, 30 jaar, hij weegt 140 kilo en is niet bepaald een kleintje. En deze is het langste van het stel, 2 meter en 8 centimeter. Met zijn 1,81 meter de kleinste. 35 jaar, 121 kilo, de sterkste stratenmaker van Nederland uit Hardenberg, Gert Gerrits. En het is ongelooflijk maar waar, maar deze prachtige kerel is nog vrijgezel ook. Maar niet voor lang. Deze Ted van Diermen runt een sportschool in Bunschoten. Hij is 1,86 meter, weegt 120 kilo en is met zijn 39 jaar de oudste. En het voordeel van deze is, de haar zit altijd goed. 27 jaar, 140 kilo en 1,96 meter. Dit is Peter Bouters, ovenbouwer uit Uitgeest. Hij kan kennelijk in de toekomst kijken. Zelf zegt hij dat hij de volgende sterkste man van Nederland gaat worden. Beetje overmoed kan geen kwaad, hè? En moeten we hem nog voorstellen, 35 jaar, 135 kilo en 1,85 meter. 4 keer sterkste man van Nederland. Een thuiswedstrijd voor Berend Veenenberg uit Borculo. En hij is titelverdediger en favoriet vandaag in Borculo. Het eerste onderdeel van deze competitie, georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Federatie van Sterkste Manatleten. Dit is de Hercules Halt. Het is meteen een pittige binnenkomer, want de deelnemers moeten 2 auto's van 1800 kilo tegenhouden. Op het teken van scheidsrechter Jamie Reeves laten de bestuurders de rem los en dan is er vooral pijn. Angelo Bruren geeft aan dat er nog iets meer spanning op de kettingen moet worden gezet en dan begint het grote lijden. Onder in beeld ziet u de tijd. Het is een kwestie van knijpen, concentreren en als het even kan, goed blijven doorademen. 10. 15. 20. Het is alsof we terug zijn in de middeleeuwen toen de mensen werden gevierendeeld. Alleen doen deze mannen het vrijwillig. Angelo's coach heeft makkelijk praten, vasthouden. Ja, dat weet hij zelf ook wel. Alleen die pijn, die wordt met de seconde erger. Hij gaat een goede tijd zetten die anderen eerst nog maar moeten halen, maar dan is het toch gebeurd. 42/3 seconden. Wat voel je? Heb je nog geen pijn hier in je handen? Nee, de enige pijn wat jij hebt is in de handen. Maar op de eerste seconde trekt het gewoon in je handen. Dat is gewoon vreselijk. Ja. Daar moet je doorheen. Je moet steeds op die pijn heen blijven blijven. Ja. Ted van Diermen uit Bunschoten. Een van zijn beste onderdelen is de Timberwalk, die u volgende week te zien krijgt. Een beetje vergelijkbaar met dit onderdeel, want ook daar is het een kwestie van knijpen en pijn lijden in je vingers. Dit moet hij dus kunnen. Goed doorademen, belangrijk. Ruim 20 seconden.
Scheidsrechter Reeve ziet het al, het is bijna voorbij. Hij blijft bijna 10 seconden achter bij Angelo Brugge, 31/17 seconde. Ted van Dieren, sinds 5 jaar bezig met deze sport, draait gemiddeld 8 wedstrijden per jaar. Hij werd pas 10 dagen voor deze competitie opgeroepen. En voor de volgende, André Bol, was het nog korter dag. Hij kreeg een dag van tevoren het bericht dat hij moest invallen. Niet gericht kunnen trainen, kijken waar het schip strandt. Bijten, op naar de 42-3 van Angelo Brugge. De 31-7 van Van Dieren heeft hij alvast te pakken. Uitdelf, hou vast! Hou vast! Knijpen, kom op! Nog 4 seconden, kom op, hou vast! Hou vast! Het moet, kom op, hou vast! Jazeker, zijn score 43/17 seconde. Beste tijd tot nu toe. Gaat het goed? Met de handjes? Kijk, hij is zo vriendelijk. Kom op, een grote man. We gaan kijken naar de gigant van Midden-Nederland, Eduard Leeflang uit Vinkeveen. Die mag zijn tanden gaan zetten in de tijd van Bol, 43-7. ...1800 kilo links, 1800 kilo rechts. Er is nog steeds geen verval. Een litteken als herinnering aan een blessure bij een eerdere competitie, maar dat telt nu niet. De 43-7 van Bol wel. 35 seconden, de 40 komen in beeld. Net niet, het scheelt 3,5 seconden, maar voorlopig heeft hij wel een mooie 3e plaats. En wat kan hij? Robert Wolters, hij heeft een paar hobby's, puzzelen en koken. Dit is net even anders. Niet echt ontspannen, nogal verkrampt, maar ja, het blijft natuurlijk wel een gevecht tegen 3600 kilo. Twintig seconden zijn alvast een prooi, maar het gaat moeizaam. 25 rond, dat valt een beetje tegen. Hij glimde vanaf de eerste seconde al een beetje uit de hand. Ik had hem vast en hij gaat meteen al dat hij een stukje glijdt. Dat komt weer niet. Je moet eigenlijk hier heel lang vast gaan. Ja, je pakt hem zo vast en dan draai je hem er helemaal klem in. En meteen begon hij te glijden, dus ik stond alleen maar op die hand te letten. Het is gewoon transpiratie, denk ik. Ja, ik weet niet, ik heb het wel goed droog gemaakt. Maar... Goed zo, en die gaat winnen, hè? Ja. En hij wordt kampioen, hè? Ja. En waarom wil je dat zo graag? Omdat hij bij alle wedstrijden al gewonnen heeft. Zo, dan hoort hij het ook eens van een ander. Peter Bouters, het beest uit Geest. Hij is hier maar voor 1 ding gekomen, de titelsterkste man van Nederland. Maar dan moeten wel die 2 loeders van 1800 kilo zo'n 44 seconden de baas blijven. Hij zit op de helft. Net ietsje beter dan Robert Wolters, maar toch niet echt best. Nou, die heb je dan gehad. Een mindere. Ja, ik... Daar zijn we vanaf. Maar ik... I'll be back. Kijk, zo mogen we door. Dat meneer Schwarzenegger. Jamie Reeves met het startsignaal voor Gert Gerrits. Guide voor zijn vrienden. Ligt die 43-7 al binnen zijn bereik? Hij oogt heel ontspannen. Er is geen controle meer. 2 keer 1800 kilo zijn hem de baas na ruim 25 seconden. De sympathieke stratenmaker heeft door zijn werk natuurlijk een paar aardig sterke handen. Maar dit kunstje was hem te veel. Ja. Ron van Waalmel geeft aan dat er wat hem betreft begonnen mag worden. Balans vinden, concentreren, proberen normaal te ademen, knijpen en pijn lijden. Veel pijn. Wout Zijlstra, jarenlang een van de toppers in deze sport, treedt op als coach van Waalmel. En ziet tot zijn teleurstelling dat de heldenaar blijft steken op een kleine 20 seconden. Er zijn er meer hoor, bij wie dat onderdeel tegenvalt. Oh nee hè, man.
Jij moet onmiddellijk even verbonden, kom. Ja, dat gaat goed. Ja, het is goed, maar... Ze noemen hem de hoop van Frans Hoop. Kijken of hij die reputatie meteen op dit eerste onderdeel al kan waarmaken. De coole Jarno Hams. U ziet het, zonder coach ben je nergens. In dit geval is het Eddie Veenenberg die de tijd in de gaten houdt. Nou, dan moet het maar nog de volgende onderdelen gebeuren, want met 25-2 scoor je geen topresultaat. Terwijl Jarno hier toch naartoe is gekomen voor een podiumplaats. Heeft dat te maken met geen goede techniek of is het gewoon pech? Ja, het schudt gewoon altijd af. Hè? Ja, ik weet niet wat het is. Misschien babyhandjes, misschien ben ik nog niet te jong of zo, ik weet niet. Ja, dat is het. Je hebt nog heel eelt op je klauwen. En dan is er nog maar één man die de supertijd van André Bol, die 43-7, kan verbeteren. Titelverdediger Berend Veenenberg. Gaat hij jou kloppen of niet? Denk het wel. Denk je dat hij gaat kloppen? Super voorbereid in ieder geval. Hij is zo goed, dat is zijn onderdeel. Oh, dit is echt zijn onderdeel? Dit is zijn onderdeel. Yeah! Spanning bij Bol, ook de stopwoord van zijn coach geeft aan dat Berend gevaarlijk in de buurt komt. De tijd van Bol, 43,7. De ontlading, de invallen van het laatste moment wint. De verrassing, de titelverdediger wordt tweede op een van zijn favoriete onderdelen. Het veld is de laatste jaren in de breedte sterker geworden, maar hoeveel sterker gaat deze Veenenberg ontroond worden? Bijvoorbeeld door André Bol. In ieder geval zijn er de voorlopige sportieve felicitaties van Berend. Klasse. Inderdaad, het is klasse. Dit eerste ijzeren hoofdstandje van de heren laat zich vertalen naar deze uitslag. 1 Bol met 43,7. Plak erachter Veenenberg met 43 rond. Dan Bruren en Leefland. Vervolgens valt er een flink gat naar Ted van Dierm en de andere mannen. Maar er komen nog 6 andere onderdelen. Bijvoorbeeld de loklift. Zegt u maar, boomstam tillen. De opdracht is heel simpel, maar ja, wat heet simpel? Een met halteschijven verzwaarde boomstam optillen, voorslaan en met gestrekte armen uitstoten. De heren hebben anderhalve minuut waarbinnen ze tot het laatste moeten komen. De nummer 3 van het vorige onderdeel, Angelo Bruer, is er op 120 kilo afgegaan. En wij gaan kijken naar Ted van Dierme voor zijn poging op 135 kilo. Ted ziet het hopeloos ervan in en stopt. Hij blijft staan op het gewicht dat hij nog wel aankon, 130 kilo. Vrouwenverslinder naar mijn zin. Jarno Hams, ook voor 135 kilo. 24 jaar jong, maar vooral sterk. Het voorslaan en dan het uitstoten. En zo makkelijk gaat het dus kennelijk. Op die 135 kilo slagen ook Gert Gerrits en Robert Wolters, terwijl een paar anderen nog wat gewichten overslaan. We gaan verder met 140 kilo. Dit is de verrassende winnaar van de Hercules Hold, André Bol. 120 en 130 gingen makkelijk, maar nu dit uit zijn krachtig gevuurde twijgje. Tillen en voorslaan geen probleem, maar het uitstoten. Met gestrekte armen, weet u nog, dit kan geen genade vinden in de ogen van scheidsrechter Reeves. Maar hij heeft nog tijd over. Ze hebben anderhalve minuut. Beschouw dat ding maar als je ergste vijand. Goed staan. Over en uit. Bol blijft staan op 130 kilo. En dat terwijl hij beter kan. Niet te blijven. We houden de 150, 160 in. Oh ja? Oh. Ik heb nou de hele tijd niet meer gedaan. Ja, gisteren geweld. Ja, gisteren geweld. Ik vind het dus, nog goed hoor. Kom op zeg. Deze man wordt een van de aanstormende bedreigers voor Berend Veenenberg genoemd. Peter Baltus uit Uitgeest. Een man met een klassiek beroep. Hij is overbouwer. Pas anderhalf jaar bezig met het sterke mannenwerk. Hij heeft een groot voordeel ten opzichte van de goedbedoelende medemens. Hij is vreselijk sterk. Peter Baltus en zijn 140 kilo worden toegejuicht door zijn ruim 100 meegereisde supporters. Ja. Eerste klap is in de halve. Je hebt wel een hele grote mond, maar je maakt het toch waar, hè? Ja, natuurlijk. Dat ben ik wel van plan. Ja, gaat goed, hè? Ga je nog verder, denk je, in je hoger komen, denk je? Ja, natuurlijk. Het is de eerste beurt, dus we doen er nog een paar bij, natuurlijk. Niet zo zwaar als de andere, 125 kilo. En ook niet zo groot, 1,82 meter, maar wel compact en sterk. Ron van Wamel.
achterbeen. Zag u het hupje? Inderdaad, uit de benen en dan dat uitstoten. Hij tevreden, vriendin Ingrid ook. Dit is zijn beeldschone vriendin. Hoe gaat het nu? Zenuwachtig. Hij staat wel lekker. Ja, maar hij doet het toch goed? Ja, ik vind trouwens wel dat hij het best gekleed... Ik vind wel dat hij het best gekleed is. Ja, heb jij daar iets mee te maken? De laatste voor de 140 kilo, Robert Wolters. Hij vindt deze sport prachtig, maar moet er wel plezier in blijven houden. Dat is volgens eigen zeggen nog belangrijker dan topprestaties neerzetten. Hij gelooft het wel en blijft staan op de eerder bereikte 135 kilo. Je baalt. Nee, ik baal niet. Je hebt meer gehaald dan je dacht. Ja, nou, 5 kilo meer dan wat ik in het verleden gedaan heb. Hij zat er bijna in. Een persoonlijk record. Zo is dat. Persoonlijk record, daar gaat het. Dit is de masochist Gert Gerrits uit Hardenberg voor 145 kilo. Het veld van Tiemann is na de 140 kilo gehalveerd. Achterin volgen sneuvelde Bruren, Van Diermen, Leeflang, Bol en Wolters. Maar deze guit is nog in de race. Voorlopig mislukt, maar hij heeft nog tijd. Vroeger kon u nog wel eens zien dat de mannen hun hoofd als een soort tussenstation gebruikten, een rustpuntje. Dat mag volgens de laatste richtlijnen van de Internationale Federatie, de IFSA, echter niet meer. In één keer door, dat is de opdracht. Poging geslaagd en dan is er natuurlijk het nodige enthousiasme bij het publiek dat de kleine stratenmaker nu al in het hart heeft gesloten. En wie mag dat wel zijn? Ome Berend. Uiteraard deze man, Berend Veenenberg. De titelverdediger is de tweede die voor 150 kilo gaat. Even daarvoor is Gert Gerrits op hetzelfde gewicht uitgegaan. Ook hier weer even dat hupje en het uitstoten. De concurrentie weet wat er te doen valt. Gert Gerrits toont zijn bewondering en Peter Baltus is in aantocht. Ook hij op voor de 150 kilo. Kom op, dit zijn geen gestrekte armen. Maar dit wel, nog twee man te gaan voor diezelfde 150 kilo. Straks Jarno Homs, maar nu eerst Ron van Wamel. Gek van zeilen, strandwandelingen en het Schotse equivalent van de sterkste man, de Highland Games. Maar nu eerst even wat anders. 150 kilo. Niet gestrekt. Het fluitsignaal van Reeves, poging geslaagd. Meer explosief. Hoe ging het? Ik had wat moeite met de explosiviteit. Ik zat te zoeken. Je moet hem gewoon hoog en door. Ja, ja. Dat is hem. Dat gebeurt dadelijk ook. Oké. Coach Eddie Veenenberg leidt Jarno Hams naar het monster van 150 kilo. Terwijl Jarno en Eddie in het dagelijks leven toch buitengewoon vriendelijk met elkaar omgaan. Ja, 150 kilo hout en staal vliegt omhoog, Jarno Hams. Er zijn nog 4 man in competitie. Hij dus, Ron van Wamel, Peter Baltus en Berend Veenenberg. En die weet als geen ander hoe je de concurrentie gek moet maken. Gewoon het publiek bespelen en proberen ze op je hand te krijgen. En dan natuurlijk nog even tellen. Hoewel 155 kilo is natuurlijk niet echt niks. Kom op. Echtgenote Sylvia, aanstaande moeder. In december is het zover. En ook met zoiets bluf je de tegenstanders natuurlijk aardig af. Dat is goed hoor. Berend is in vorm. En hoe is het met zijn vorm, Peter Baltus? Hey!
Eerste poging mislukt. De energie stroomt je lichaam uit. Lukt het voor een tweede keer? Veenenberg weet het al. Wat kan ik zien dat je steeds bent? Daar kom je voor. Je komt niet om koekjes te bakken. Ja, kom op dan. Nog een minuut. Kom op. Klopt, en in die ovens van Peter bij de hoogovens in Beverwijk, daar bakken ze ook al geen koekjes. ...155 kilo in het spoor blijven van Veenenberg. Dat is de opdracht. De armen worden als pap, zeker na zo'n eerste poging. Zichzelf introducerend via een ritueel dansje is hier Ron van Waalmen. Kan hij net als Veenenberg de 155 kilo aan? Is dit een show of concentratie? Beide. Maar toch altijd nog meer concentratie, want alleen met show win je zo'n wedstrijd niet. Yes! 155 lijkt te zwaar. Ik heuvel het op. Zo mogen we het horen. Jij bent de baas, niet dat houten onding. Gestreden, maar hij blijft staan op 150 kilo. Hij blijft ook staan op 150 kilogram. Hij is echt hartstikke dapper, maar hij ging maar door. Jarno Bas. Ja, hij moet hoger, maar dat ding is hartstikke zwaar. Ja. Ik vind het hartstikke goed. Het wordt gewoon link op een gegeven moment ook. He? Hij mist iets. Meer buik? Ik heb geen buik. Oh, nou ik vind je beter zonder buik. Kijk. Geen pens. Veel beter, liever geen pens. En de volgende heeft eveneens geen buik, geen steuntje dus voor die boomstam. We gaan kijken of het ook bij hem iets uitmaakt. Jarno Hams, de laatste op de 155 kilo. Goed staan, de balans vinden en uitstoten. Sterk, 24 jaar. Jezus, ben jij sterk. Fantastisch. Kijk, en weer lachen. Het gaat goed. Ja, gaat lekker, hè? Dacht, ben jij zomaar als 24 snotjochie de sterkste man van Nederland, hè? Is niet oppassen. Ja, zo'n droomfinale dan nog niet. Voor mij dan in ieder geval. Voor anderen zal het wel minder zijn, maar voor mij dan. Het zou leuk zijn, hè? Ja, ja. Dus, ja, we zullen zien. Ja, hartstikke goed. Ja, hij is gewoon goed. Ja. Hij is goed, hij is 24 jaar. Ja. Hij is helemaal in opkomst. En als die jongen volhoudt en zijn inzet toont die behoort te tonen voor deze sport en die discipline, dan wordt het de topper. En durf ik nu te zeggen dat dit een toekomstige sterkste man van de wereld zal worden. Van de wereld zelfs? Absoluut. Die status bereikte hij zelf helaas nog nooit, maar hij blijft natuurlijk toch berend sterk. Kijk maar naar de uitslag van dit boomstamtillen. Veenenberg en Hams stoppen op 155 kilo, maar Berend had om dat te bereiken 3 gewichten nodig, terwijl Hams er nog eentje extra pakte. Veenenberg dus 1, Hams 2, Baltus en Van Waalmen 3 en 4 en kijkt u rustig verder de lijst af. De stand na 2 onderdelen gaat Veenenberg dan toch weer redden. 19 punten maar liefst heeft hij al, 6 meer dan Bol en Baltus. En toch zijn de onderlinge verschillen met nog 5 onderdelen te gaan eigenlijk nog klein. Hoe het verder gaat, dat ziet u zo met de volgende onderdelen. Inmiddels zijn we begonnen aan het volgende onderdeel, dat heet de Crucifix. En daarin moeten de mannen een heel zwaar zwaard zo lang mogelijk in de lucht houden. Dat lijkt makkelijk, maar dat is heel zwaar. Maar hoe zwaar is nu een heel zwaar zwaard? In dit geval 12 kilo. Net als de Hercules Holt is dit een statisch onderdeel. Het achterwerk moet tegen de plank worden gehouden om achteroverleunen te voorkomen. Dit is Angelo Brure in zijn gevecht tegen de zwaartekracht. Pas 15, pas nou, Angelo. Pas nou, een kleine halve minuut trillen en pijn leiden en dan is het over voor Angelo. Tijd 23/16 seconde. Ted van Dierme als tweede. Down, 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 down.
Hij staat als een blok, maar net als bij die twee auto's wordt het met de seconde zwaarder. En ietsje beter dan Brure, 24.4. Een nieuw vol glas en scheidsrechter Reeves die op het punt staat het beginsignaal te geven voor Robert Wolters. De te kloppen tijd dus, de 24-4 van Ted van Diermen. Een mooie close van Robert die zijn ademhaling heel regelmatig houdt. Ruim de beste tot nu, 30 seconden, maar hier stopt het 31-3. En dan gaan we luisteren naar Jarno Hams. Ben je dit goed? Ik weet het niet. Nooit gedaan? Ja, we hebben het wel een keer gewoon geprobeerd, maar nooit met het zwaard. Dus ja, we zullen zien wat het wordt. Het is een beetje een vreemd onderdeel dit, vind ik. Ja, ja, meestal hebben we met de crucifix is het vaak dat je zo komt te staan met twee gewichten. En ja, dit is in één keer heel iets anders met één hand en dan helemaal voor je. Het is niet te vergelijken met wat je normaal doet eigenlijk. Dat is voor mij ook de eerste keer dus. Maar je gaat mij niet teleurstellen hoor. Ik ga proberen van niet. Als ik jou teleurstel, stel ik mezelf ook teleur, hè? Ja, zeker. Are you ready? Maar of dit nu crucifix heet of sword hold of forward hold, cru is het in ieder geval. Ron van Waal. Twee seconden, hij moet meer in huis hebben. Er zal iets niet goed gegaan zijn, maar wat? Ja, man, dit is niet... Wat is er wrong met hem? De tijd van Ron van Waal, 2 seconden 0-3. Wat is er wrong? Ik weet het niet. Je had 2 keuzes. Ik vroeg je of je oké was. Je zei ja. Nobody else said yes. You said yes. You should take weight. Yeah. I said, are you okay? You said yes. So I blow a whistle. Yeah, but that was always ringing. And no, you said you were okay. I said to you, are you okay? You said yes. Why say yes if you're not okay? No, I don't know. Last try then. No, that's it. 2 tries. That's it. Scheidsrechter Reeves en Ron van Wamel. Laat het maar houden op een misverstand tussen twee heren en ons opmaken voor de volgende, Gert Gerrits. Oké, yes. Met die pet als handelsmerk, Geit Oet Hardenberg. Nog steeds aan de leiding, Robert Wolters met 31.3. Voorlopig de op 1 na slechtste tijd en daar is hij niet echt tevreden over. Een van de aanstormende talenten, Eduard Leeflang. En dit is Willem, de ongekroonde koning van de bouwploeg en contragewicht voor die lange uit Vinkeveen. Hij gaat een van de toppers worden de komende jaren. 30 jaar, jong dus nog en ijzersterk. Waar denkt hij aan op dit moment? Aan vriendin Marie-Louise, aan zijn dochter of aan zijn baas die hem zoveel ruimte geeft om te trainen? Hij gaat goed, maar dan opeens is het gebeurd na 21/14 seconden en het lijkt of hij geen afscheid kan nemen van dat zwaard. Pijn. Wat is er aan de hand? Hopelijk geen blessure die hem verder aan de kant zal houden. Nog steeds al En hoe ging die? Nou, het ging lekker. Tot de kramp erin schoot. Ja, dat doet even zeer. Dan is hij weg, want stel daar niks voor nog. Ja, nog wel even verder gekund. Ja, maar ja. Hier doe je niks aan, hè. Even. Als het erin schiet, dan is het over, helaas. Are you ready? Yes. Eduard Leeflang laat met zijn 21-14 de kostbare punten liggen. We gaan door met André Bol. Op dat andere statische onderdeel, de Hercules Hold, was hij de beste. Wat kan hij hier? Totale rust en controle. Wolters, 31.3. Die heeft hij te pakken, maar dan wordt hij afgevloten. Reden zijn billen komen los van de plank en Reeves is onverbiddelijk. Maar toch is hij voorlopig opnieuw de beste. Met de verrassing van de eeuw hier, hè? Ja, ik had mijn zinnen gezet op volgend jaar, maar... Maar dat gaan we gebeuren. Dus, deze wedstrijd is er niet uit te draaien en dan zien we verder.
Het zwaard wordt in positie gebracht voor de volgende. De man die niet weet wat hij kan op dit onderdeel, Jarno Hans. Na 15 seconden slaat de verkramping toe. De controle lijkt ver weg. En na een kleine 20 seconden is het gebeurd. Ook hij laat punten liggen met een voorlopige derde plaats. Ik weet niet wat het is. Ik krijg een beetje te veel spanning op mijn rug. En dan ga je trillen en dan is hij zo weg. Nou, dat is kut. Zwaar kut. Maar zwaar wat? Zwaar mis. Dat waren de supporters van deze man, Peter Balthus. Hij zal een behoorlijke tijd moeten neerzetten, wil hij bijblijven in het klassement. Seconden. En dat zijn er 20. Maar dan einde wedstrijd voor Peter Balthus. Hij stopt na 24 16e seconde, maar wel heel beheerst. Je hebt het glaasje niet gebroken. Nee, ik ben op niks. Oh, we hebben spaart in een glas, hè? Hoe ging ie? Nou, ik wil ja. Hij raakte in één keer kwijt, hij ging aan naar de zijkant, dus hij raakte die stang. Ik kan misschien nog wel 5 seconden kunnen houden, maar ja, dan is het over. Dus, het ziet er best makkelijk uit. Ja, in het begin heb ik ook zoiets van, nou, ik blijf een minuut staan, maar hij valt in één keer weg. Verzuring, hè? En dan rest er nog eentje, Berend Veenenberg. Hij kan dit, dat heeft hij vaker bewezen. De te kloppen tijd, die van Bol, 34.8. Dat zijn er 10. En natuurlijk de spanning bij de Rotterdammer. 20 seconden en marsvertoon. Bol, 34.8. 29.8. Bol is opnieuw de beste. Maar wat gaat er in hem om? Hoe dan ook, weer wint André Bol een onderdeel. Hij is de grote verrassing. Hier zien we dat. Balthus wordt tweede voor Veenenberg. En zo zakken we langzaam naar beneden, waar we de arme Ron van Waalmel vinden met slechts 2 seconden. Goed is hij, hè? Ja, hij doet het perfect. Hij is verschrikkelijk goed in voorwaartshold. Dat soort dingen ervoor. En ik maak het toch eigenlijk een pootje. Ik liep me eigenlijk een beetje afleiden, ben je concentratie is kwijt. Het kost toch een paar seconden. De stand, de top 3 met Veenenberg, Bol en Balthus, gevolgd door 7 mannen die toch ons respect verdienen. En dat vindt ook scheidsrechter Jamie Reeves. I'm a lot impressed. I think it's a great competition. Some of the guys are, you know, really going for it. It's nice to see, you know, it's a good crowd, it's nice weather. Saluted to organizers. I'm enjoying myself. Right, but could you then impress our viewers by stating what you scored during your career? By what I did in my career, I was 5 times Britain's strongest man. I was a powerlifting champion and bench press champion in Britain. I won the European strongest man twice, and I was the world's strongest man in 1989. I had a 3rd place and a 2nd place as well. And you say you're impressed by these Dutch athletes? Of course, yeah. You know, as long as everybody's trying 100%, even if it's a small child, you know, you've got to be impressed by the determination. And that's what we've seen today with these guys. De mannen zijn nu aan het intillen voor het volgende onderdeel. En dat heet de deadlift. En dat is echt een deadlift, want het startgewicht is 250 kilo. Die 250 kilo waren voor Ted van Diermen echt wel te veel. En hij valt dus af. En terwijl Ron van Warmel zich voorbereidt, heeft inmiddels ook al gestanden Robert Wolters alle tijd om zich even zijn passies te wijden. Eten. Hoeveel heb je er al nog? Niet zoveel. 21. 12. Dat is je derde zakje. Oh. 4. Vierde zakje. Ron van Wamel door middel van strefs verbonden aan het ijzer. Zijn eerste poging op 320 kilo. Beschikbare tijd 1,5 minuut. Doortrekken tot maximaal haalbare hoogte en dat met gestrekte benen. Poging geslaagd, hij gaat door. Goed zo! Coach Wout Zijlstra is tevreden. Ging dat nog makkelijk of ging dat moeilijk? Wat verrassend. Verrassend? Het ging verrassend. Ik ben tevreden en wat meer regressie erin. Meer regressie.
Je lijkt wel een oud wijf. Gewoon door. Ja. Ik hoorde mezelf niet. Ik moet je horen schreeuwen. Ja, ik wil je ook horen schreeuwen. Stop! Angelo Bruren, ook 320 kilo. De Limburgse project engineer heeft diep zeeduiken als hobby. Maar dit is andere kost. Ook hij gaat door. Echtgenote Hilde is meer dan tevreden en we komen bij Gert Gerrits. En wat hij doet, dat mag eigenlijk niet. Boven de knie trekken, een buigingje naar achteren maken en dan doortrekken. Maar het vindt genade in de ogen van Loes. In het deelnemersverblijf zien we hoe de verrassing van dag 1 André Bolt in zijn powersuit wordt gehezen. Dat zit heel erg strak en dient ervoor om de verschillende spiergroepen extra ondersteuning te geven. Ondertussen Eduard Leveland. Hij heeft een extra handicap, zijn lengte van 2,8 meter. Hij moet daardoor veel dieper tillen dan de meeste anderen, maar het lukt hem wel. Eduard, misschien een domme vraag, maar waarom doen jullie dit op sokken? Sta je wat lager bij het halter, hè? Dichterbij. Het is gewoon dat zooltje dat je er niet hoeft mee te tillen. Het is nou echt een held op sokken. Baltus en Bol gaan ook door naar de 320 kilo, maar op de 330 moeten er vier af. Van Wamel, Bruren, Gerrits en Leefland. 330 voor Jarno Hans. Kom maar, verder, vanzelf. Ja, op de bek en niet op de wand. Kom je open voor de deur. Klap. De hoop van Frans Hoop op de bek en niet op de oren. Wat zo'n liefdevolle behandeling door je coach al niet teweeg kan brengen. Wout Zijlstra gestopt, maar nog niet uit de gratie. De eerste met 330 kilo. Hoe voelt dat? Korte reactie. Kloten, ik ben zo wat doof. Ik slaap op mijn oren in plaats van op mijn gezicht. Wil je niet op zijn oren staan? Nou ja, zeg, wat een coach is dit. Hey. Nog eentje van het overgebleven kwartet, Rotterdamse André. Hij is er pas een jaar geleden gaan specialiseren in dit werk, maar wat doet hij meteen al mee? Vier keer per week trainen gaat duidelijk de nodige vrucht afwerpen. Een bedreiging voor de beren van Borculo, Berend Veenenberg. Kijk hoe die zich voorbereidt op die 330 kilo, samen met coach Marcel Mostert. Zijn persoonlijk record is 360 kilo, dus normaal gesproken moet dit lukken. Kunstje gedaan, de concurrentie is aan zet. En dan nogmaals het bewijs dat handen op diverse manieren gebruikt kunnen worden. Jarno Hams, 340 kilo. Dat ding moet boven de knie en dan doorstrekken. Het lijkt te zwaar voor de Benjamin. Hij blijft staan op 330 kilo. De Vroomshoopse vrijgezel brengt natuurlijk veel tijd door in de sportschool. Maar daarnaast staat hij ook graag uit en heeft hij veel plezier in zwemmen en voetbal. Je zult hem maar tegenkomen tijdens een sliding. Er zijn er nog drie over. Dit is Bol die zich prepareert. En hier komt Peter Baltus, ook hij voor 340 kilo. Ja, wat moet je daar nog van zeggen? Kijken wat de concurrentie verder nog kan. Zoals de titelverdediger Berend Veenenberg, die door Marcel in zijn powershot wordt geholpen. En dan zult u misschien denken dat het handiger is om dat ding tussen de beurten door aan te houden. Maar ik verzeker u dat zoiets een buitengewoon knellend oefening is. We komen bij André Bol. Misschien, net zoals Baltus, goed voor 340 kilo. Ja. Nee, dus dat is net boven zijn stand. Hij blijft staan op de eerder gehaalde 330. Achter Hams, die hetzelfde gewicht wist te bereiken, maar via minder pogingen. En dan blijven er twee over. De beoogde troonpretendent Baltus en deze Veenenberg. Hij gaat voor de 350 kilo, terwijl Baltus dat gewicht overslaat. Riskant, van Veenenberg met een persoonlijke record van 360 kilo zou dat kunnen redden. En dat doet hij ook. Wat gaat Baltus doen op de 360? Die moet je, hè? Die moet je. Hij moet op voor 360 kilo, zijn persoonlijk record. Als hij dit onderdeel wint, loopt hij hooguit een punt in op Veenenberg. Maar daar gaat het hier niet om. Hier telt wat anders. Veenenberg verslaan. Altijd winnaar van de deadlift. Veenenberg, nu al bijna zeker van zijn zaak. De beste ben jij. De beste deadlift van Nederland. Laat dat nou zien. Ja, kom op. Hij komt er.
Maar is hij ook de beste? Peter Balthus, 360 kilo. Peter Balthus tevreden, zijn supporters tevreden, zijn coach tevreden. Daar ben je weer, daar ben je weer. Zo ken ik je weer. Je kunt onderaan die hele kleine slordiger. Daar ben je weer. Dat is het. Nee, ik ben het goed. Soms kan je bij die mond aan. Geheim overleg. Wat doet hij en wat stellen wij er tegenover? Wie heeft de sterkste zenuwen? Wedstrijdleider Wout de Jong legt het de heren voor. Spanning bij iedereen. Jij wilt eerst antwoorden. 370 ja of nee? 370 ja of nee? Nee? 370. Gaat het? Peter Balthus neemt een enorme gok. Hij laat de 370 voor wat hij is en zal dus hoger moeten wanneer Berend Veenenberg wel slaagt op dat gewicht. Van de andere kant is het ook weer niet zo'n geweldige gok, want de man uit Borculo tilde nog nooit zo zwaar. We gaan het zien. Goeie zorg nou, hè? Zonder record, hè? Ga je nou een keer pakken? Ja! Ja! Hou die baas goed vast, hè? Niet voor jou. Goed vast. Berend Veenenberg voor 370 kilo. Als het lukt, heeft hij meteen zijn nieuwe persoonlijke record. Voor Berend Veenenberg. Balthus moet daar overheen. 375 kilo. En dat is 15 kilo boven zijn persoonlijk record. Waartoe is een mens in staat? Dit is het beest van Uitgeest. Nice try, zal even later scheidsrechter Jamie Reeves tegen hem zeggen. Terwijl Balthus zich een sportieve verliezer toont. Veenenberg is opnieuw de sterkste op zijn eigen koningsnummer. Berend Veenenberg, wat heeft de man een geweldig vermogen om te presteren als het er echt op aankomt. Bij voorbaat een man waar je als tegenstander een enorm respect voor moet hebben. De uitslag van het laatste onderdeel van deze eerste dag. Eerste toch weer Berend Veenenberg, vlak erachter Peter Balthus. Een middenmoot van 6 man die vlak bij elkaar zitten. En tenslotte Wolters en Van Dieren. De stand Veenenberg 37, Bol 30, Balthus 29, Hams 23, Leeflang 21. Het lijkt een gelopen koers. Lijkt. Goed, het zit erop voor vandaag. Het was een hele, hele spannende strijd. Ik sta hier tussen de twee koplopers in. En volgende week zullen we zien wie van hen de sterkste, ja misschien ook nog iemand anders, de sterkste man van Nederland gaat worden. Ik ben heel benieuwd. De man van Nederland. Vandaag wordt bekend wie de finale gaat halen. Maar eerst gaan we nog even kijken wat er vorige week allemaal is gebeurd. Het eerste onderdeel, de Hercules Hold, was meteen een smakelijke binnenkomer. Twee pick-ups van 1800 kilo elk, geplaatst op een schuin aflopende stellage, moesten door de deelnemers zo lang mogelijk in bedwang worden gehouden. De verrassing heette André Bol uit Rotterdam. De avond voor de competitie nog opgeroepen in verband met het plotseling uitvallen van een van de andere deelnemers. Hij zette de respectabele tijd van 43,17 seconden neer en werd daarmee van outsider kanshebber. Bol liet iedereen achter zich, maar moest afwachten wat de regerend sterkste man van Nederland, Berend Veenenberg, zou gaan doen. Hij is zo goed, dat is zijn onderdeel. Oh, dit is echt zijn onderdeel. Dit is zijn onderdeel. Het zou een verrassing van de eerste orde zijn als Veenenberg dit onderdeel niet op zijn naam zou schrijven. Hij is oersterk, zeer geroutineerd en niet voor niets al 4 keer eerder de sterkste van Nederland. En toch moest hij zijn meerdere erkennen in Bol, de 34-jarige sportschoolhouder. Volgend onderdeel, locklift, of in goed Nederlands, boomstamtillen. Hij is met zijn 24 jaar de jongste van het stel, de hoop van Frans Hoop, Jarno Hams. Een aanstormend en zeer gedreven talent. Goed lachs, altijd in voor een praatje, maar presterend als het erop aankomt. Ik ben niet van de pas. Pak hem, Jarno.
Er waren maar twee die de 155 kilo zouden halen. Deze Hamstot, grote vreugde van zijn meegereisde supporters. En die ander, dat was Ome Berend, Veneberg dus. Een thuiswedstrijd voor hem, want hij woont in Borculo. Maar dat wil niet zeggen dat die boomstam dus vanzelf omhoog vliegt. Maar het lukte hem wel en de heren besloten op dat gewicht te stoppen en de krachten te sparen voor de nog komende slopende onderdelen. Zoals dit, de crucifix, ook wel genoemd de forward hold of sword hold. In dit geval een zwaard van 12 kilo dat met gestrekte arm recht vooruit moet worden gehouden. Accountmanager en beleidsmedewerker Robert Wolters uit Raalte had het er moeilijk mee, maar scoorde wel een uitstekende tijd. Maar liefst 31/3 seconden, terwijl alle anderen bleven steken in de 20 seconden of minder. Er was er maar eentje die in dit gevecht tegen de zwaartekracht sterker bleek te zijn. We zagen hem eerder bij de Hercules Holt ook al winnen, André Bol. Pas een jaar bezig met het sterke mannenwerk, maar nu al een rechtstreekse concurrent voor de regeringssterkste man Berend Veneberg. Bol kwam tot de indrukwekkende score van bijna 35 seconden. En dan het laatste onderdeel van de eerste dag, de deadlift. Begonnen op 250 kilo sneuvelde de een na de ander, tot er uiteindelijk twee man overbleven. Berend Veneberg en Peter Baltus, het beest vanuit Geest. Hij wordt gezien als een van de opvolgers van Veneberg, als de nieuwe sterkste man van Nederland. Hij pakte 360 kilo, vond dat een makkie en was bijna zeker van de eerste plaats op dit onderdeel. Bijna, want Veneberg probeerde de 370. Nog nooit had hij dat gehaald. En nu... Het is maar dat u het weet. Voorlopig inderdaad op 1. Veneberg. Al 7 punten los van Bol. Zelfs 8 van Baltus. Maar wat zegt het allemaal? Een tweede dag wacht met nog 3 onderdelen te gaan. Alles is nog mogelijk. Nieuw dit jaar is de zogenaamde squat machine. En dan moet iemand met veel gewicht op zijn schouders knieoefeningen doen. Dus het is vooral voor de beenspiergroep heel belangrijk. De helse machine wordt steeds verzwaard met autobanden van 5 kilo elk. We zijn inmiddels gekomen bij 260 kilo. Machine plus banden dus. Ted van Diermen raakte we kwijt op 220 kilo. Eduard Leeflang had problemen met 240. En André Bol, de winnaar van twee onderdelen op de eerste dag, zullen we ook niet zien. Maar dat is een apart verhaal waar we later nog op terugkomen. Nu eerst Rom van Wamel, 260 kilogram. De 30-jarige van Wamel na dag 1 laatst in het tussenklassement slaagt op 260 kilo. Hij mag door. Ja, wel tevreden. Wat meer agressie even nodig. Maar kom wel. Is het harde schreeuwen, vind je? Nou, het is tussen mijn oren. Klap van gisteren nog een beetje. Je moet gewoon steeds denken, ik sta laatst, ik moet. Dat gebeurt ook. Oké. Ga niet als laatste het veld af. That's the good spirit, zou ook deze scheidsrechter Jamie Reeves zeggen. Hij ziet erop toe dat alles reglementair verloopt bij de volgende, de sterkste en misschien wel aardigste stratenmaker van Nederland, de 35-jarige Gert Gerrits uit Hardenberg, ook hij voor 260 kilo. Maar het blijkt iets te veel voor Gait, zoals zijn vrienden noemen. En hij blijft staan op 220 kilo, het gewicht dat hij nog wel de baas was. En nu? Niet best. Nou baal je. Dat gaat gebeuren, hè? Ja. Nou, slaan we maar even dan. Hè? Slaan we maar even dan. Yo. Ja. Ik slaag hem beneden. Trouwens, mannen ook niet. Deze kerels mogen dan ongelooflijk sterk zijn. Misbruik maken van hun kracht zullen ze nooit. De volgende voor 260 kilo uit het Limburgse Grubbevorst, Angelo Bruren. 260 kilo. Het is een aanslag op de bovenbenen en zeker op de knieën. Die zijn niet zomaar ingepakt. Er komt een enorme druk op te staan, alsof de knieschijver uit zou willen spannen. Yes. Ik voel een hele rilling door je. Ja, absoluut. Absoluut. Maar hij heeft het weer gehaald. Ik heb het volste vertrouwen in hem. Robert Wolters, zelfde gewicht. Hij heeft het niet naar zijn zin. It's too high, fuck. Uit de ophanging tillen, doorzakken en op het teken van scheidsrechter Reeves eruit strekken. Ja, je kunt altijd zeggen, het ligt hier en het ligt daar. Zit er zelf op tv, zie je er ook altijd een beetje moe van. Maar het ligt wel. Ik kom er niet onder. Ik heb dat ding laag liggen. Ik strek mijn benen uit en dan gaat het niet af. Dus ik moet mijn benen meer eronder zetten om hem eruit te tillen. Hij stond te laag of zo? Nee, hij stond wat hoog. Hoog? Ik kon er niet uitkrijgen. Op mijn goede positie kon ik hem niet uitkrijgen. Dus ik moest er meer onder gaan staan. Ik denk hoger op mijn nek, dan kan ik hem eruit tillen. Maar dan sta je niet lekker. Ja, dat is de hele positie. En het is 240 is niks. 260. Nee, wat is dat nou helemaal? 260 kilo. Kijk of jij nog hamster wel eens zag. Yes! 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 Yes!
zo makkelijk. En dan Beren Veenenberg. Alle voorgaande gewichten heeft hij overtuigd van eigen kracht overgeslagen. Concentreer, Beren. Berenscoach Marcel Mostert. Zoals in Oosterse vechtsporten musculaire explosies worden begeleid door veel verbaal geweld, zo gaat het hier niet anders. Dat moet je echt boos maken dan, hè? Hoort erbij. Ik moet een beetje aan de lino kweken. Het publiek helpt mee. Ja, het is gewoon lekker. Het is wel lekker, hè? Een beetje thuiswedstrijd voor jou. Ja, absoluut een thuiswedstrijd, maar we zijn er nog niet. Nee, dat is niet. Er zijn een paar goede jongens in de race met kniebuigen, dus moeten we nog even. Ron van Waalmel wordt in zijn spierondersteunende powersuit gehesen. De squatmachine wordt door de bouwploeg opnieuw extra beladen met 4 banden van 5 kilo. En Milène praat met André Bol. Met hem ging er op de eerste dag iets fout tijdens de deadlift. André, hoe is het met je? Slecht. Vertel. Hij is ingericht in mijn onderrug. Geblesseerd. Dus het heeft eigenlijk geen zin meer om verder te gaan. En je had het zo naar je zin? Ik heb het heel erg naar mijn zin. Maar je moet om je toekomst denken. Ik kom zinnen gezet op volgend jaar. En ik sta er nu aardig goed voor, op de tweede plaats. Ja, heel verrassend. Ja. Maar nu komen een aantal onderdelen waar overal erge belastingen op je onderrug. Dus ja, met het gevaar dat ik er 4 of 5 maanden uitgeschakeld ben. Ja. En dan heb ik volgend jaar ook minder kans. Dus ga je nu meedoen voor spek en bonen een beetje nog? Ik probeer over 1 punt te pakken. Dan kom ik op 33 punten uit en hoop ik toch in de middenmoot uit te komen. En dan ga ik me lekker voorbereiden op volgend jaar. En volgend jaar zou ik er zijn. Echt. 280 kilo wordt het Waterloo voor Ron van Waalmel, voor Angelo Bruren en voor Jarno Hams. Dit is de volgende op dat gewicht, Peter Baltus. Hetzelfde beeld als de vorige dag tijdens de deadlift. De twee allersterkste gaan elkaar weer opjagen. Baltus, 280 kilo. Uit geest en omgeving blij, Veenenberg nog lang niet zeker van zijn zaak. Gaat goed, hè? Ja, best. Ik en Berend zijn natuurlijk powerlifters. Dus, dit is natuurlijk ons werk. Daar hoort squatten bij, hè? Oh. Dat is voor ons gesneden. De ene powerlifter dwingt de andere tot nog meer gewicht. 300 kilo voor Berend Veenenberg. Wie gaat dit onderdeel winnen? Goed concentreren, hè? Koppie erbij. De mentale ondersteuning komt van coach Marcel, maar uiteindelijk moet je het alleen doen. 300 kilo. Ik wil even wat van je horen, hè? Vuur! Zo, 300 kilo zijn weer terug op de plaats. Hoeveel ga je halen, denk je? Een beetje niet, denk ik. Vorige week borg ik 340 in de school, dus... Ja, het is weer wat anders, maar het gaat bij mij al deze waar, dus... Ga je tot het gaatje? Tot eind. Het woord is dus weer aan Peter Baltus. De bak wordt verzwaard naar 310 kilo. Als hij slaagt, dan maakt hij een goede kans om de squat te winnen... en dus hier een puntje in te lopen op de titelhouder. Makkelijk, maar hij is dan ook tweevoudig Nederlands kampioen powerlift. Hoe ging hij? Makkie. Makkie? Ja. Je hebt een heel groot hoofd, hoor. Ja. Je moet wel iets kracht zetten natuurlijk. Maar er zit een rek in. Ja. Baltus, tweevoudig Nederlands kampioen powerliften. En deze Veenenberg dan. Hij pakte die titel 7 keer, dus 330 kilo mag geen probleem zijn. Maar het kan niet altijd feest zijn en Berend blijft staan op 300 kilo. Baltus, succesvol op de 310, wint, maar geeft het publiek nog een toegift. Ook hij voor 330, terwijl zijn vriendin Regina meeleeft op haar eigen manier. Peter Baltus, het beest uit Uitgeest, 27 jaar, 140 kilo, 1,96 meter lang en overbouwer van beroep. Pas bezig met de sterke mannenspecialisatie sinds januari vorig jaar, maar hij komt eraan. Ja, goed. Gefeliciteerd, jongen. Sportief. Hey, ik mis hem nog. Goeie met de dingen. Peter Baltus krijgt zijn zin. Hij wint zijn eerste onderdeel. Hij pakt 10 kilo meer dan Berend Veenenberg. Dan 3-man ex-eco met 260 kilo op de derde plaats. En weer een stukje daarachter de rest van het veld.
Kijken we vervolgens naar de stand na vijf onderdelen, dan zien we dat Veenebergs nog steeds aan de leiding gaat, maar Baltus sluipt dichterbij. We krijgen nog twee onderdelen en voor de derde podiumplaats komen alle volgers nog een aanmerking. Hier worden de voorbereidingen getroffen voor het volgende onderdeel, en dat heet de Timberwalk. En dat is heel kort, hoe ver kan ik lopen met in iedere hand 130 kilo? Kunt u zich voorstellen hoe zwaar dat is, 130 kilo? Gaat u maar uit van 10 kratten bier. 10 volle kratten bier in iedere hand. Dan hebt u enig idee aan welke foltering de mannen zich overgeven. Dit is Ted van Diermen, sportschooleigenaar uit Bunschoten. Dit is zijn favoriete onderdeel, de Timberwalk. Of Farmer's Walk, zoals dit slopende spelletje ook wel wordt genoemd. Het is knijpen, dus pijn in je vingers. Maar ook de schouders krijgen het zwaar. En de benen, die bereiken de maximale graad van verzuring. Een op- en neerparcours moeten ze lopen, dus met 92 graden bochtjes. Hij heeft de afstand gezet, Ted van Diermen. En dan komt de wedstrijdleiding in actie om te meten wat de gelopen afstand uiteindelijk is geworden. Daarbij is de achterkant van de timbers bepalend. Pas 8 dagen voor deze wedstrijd werd hij opgeroepen om mee te doen. Dus echt gericht trainen was er voor hem niet bij. Toch doet hij het heel goed en dat komt ook tot uitdrukking in de afstand. 48,35 meter voor Ted van Dieren. Ron van Wamel, hij draait tot nu toe een wat ongelukkige competitie. Maar hij is sinds het onderdeelsklot van de laatste plaats in het klassement af. En dat wil hij graag zo houden. Kijken wat hij er hiervoor terecht zal brengen. De 48,35 meter van Dieren, dat is de afstand waar hij zich op zal moeten richten. De eerste 10 meter zit erop, nog 38. Dat valt even tegen, nog geen 15 meter. De pijn die is er maar, dat ging gewoon doorheen. Dat maakt niet uit, dat is wel lekker eigenlijk. Wat is nou het moeilijkste van dit onderdeel? Van dit onderdeel? Het moeilijkste is niet denken. Nergens aan denken, gewoon pakken, snelheid, gaan. Gert Gerrits is stratenmaker en heeft dus sterke handen. Maar dat is niet het enige wat telt. Ook je schouders dus en je benen. En een ademhaling die niet volop kan functioneren. En dan die bochten, dat is een verhaal apart. Jij wilt draaien, maar die ondingen van 130 kilo willen rechtdoor. Dus is het niet alleen een kwestie van pijn lijden, maar ook van corrigeren en concentreren. Al 2 keer punten heeft hij achter zich, 40 meter dus. Hij nadert de 48,35 van Diermen. Maar hij gooit ze neer naar 42 meter en 7 centimeter en hij is niet echt tevreden. En dan maken we ons op voor de 37-jarige Angelo Brieren. Hij eet 8 tot 10 maaltijden per dag en soms gaat hij met echtgenoten Hilde op stap. Gaat hij wel eens mee boodschappen doen? Ja, zeker. En dan kan heel wat boodschappen showen. Maar goed, dat is goed. Ja, ja, de boodschappenmandjes van 130 kilo. Nog steeds is de 48,35 van Ted van Dieren de te kloppen afstand. Zover is Angelo nog lang niet, maar zijn gang over de Borculose veemarkt ziet er resoluut uit. Bochtje is ja, vervelend, ja, die bocht is heel vervelend. Het trilt helemaal. Ja, wat je. Kom op, Angelo. Doorlopen. Vasthouden. Doorlopen en vasthouden, ja, maar dat moet je dan wel kunnen. 33,10 meter, de score van Angelo Bruren. Een Limburgse droom. Schitteren op het onderdeel Timberwalk is zojuist uiteengespat. En we gaan door met de man die puzzelen en koken in zijn vrije tijd zo leuk vindt. Robert Wolters, 27 jaar. Let op de ademhaling. En de kleine, snelle stapjes. Die dingen sleur je als het ware mee naar voren. Alleen, je moet ze natuurlijk wel vast kunnen houden. Nog steeds staat die 48,35 meter van Ted van Diermen. Hoe ver komt Wolters? Tot 36,05 meter. Een voorlopige derde plaats. Het allerbelangrijkste bij dit onderdeel is de grip. Maar er komt, je ziet ook hij... Ja. Komt steeds meer op conditie aan om te blijven lopen. Ja, en in je nek, hoe meer je gaat hangen, hoe meer je borstkas in elkaar gedrukt wordt, des te minder ruimte heb je om je longen uit te zetten. Dus ja, heb je nou goed of slecht gelopen? Ik heb voor mijn doen heb ik goed gelopen. Het is een van mijn mindere onderdelen. Maar
Dus je was dan blij dat je het hoekje omkwam? Nou, toen ik hem daar had, toen dacht ik van nou, dat kan nog wel even verder. Dus nee, ik vind het prima. Eduard Leefland, net als Peter Balters en Jurno Hams, één van die mannen die eraan gaan komen. Hij liet de eerste dag kostbare punten liggen tijdens de crucifix, toen hij plotseling last kreeg van kramp in zijn hand. Dit onderdeel ligt de boomlange Vinkenveener heel goed. Dus als hij hier een behoorlijke prestatie neerzet, komt hij in de buurt van de top 3. Het tweede keerpunt komt in zicht en dat betekent 40 meter. Nu het moeilijke ronde van die steen. En dan heeft hij niet alleen 39,87 meter op zijn naam staan, maar heeft vooral pijn. Hoi, betrappen, fysio. De medische ondersteuning wordt erbij geroepen door coach Michel Koster. Ja, dat is toch 130 kilo wat jij aan hebt. Ja, dan ga je hem tegenhouden. Ja, dan kan het wel eens ja, dat je eigen forceert, dat er wat losschiet. Is het echt een blessure? Nou, dat weten we niet allemaal. Als het gewoon een lichte verrekking is, dan is er ja, hopelijk niet zo. Maar de fysio is even aan het kijken, dus we wachten het even af. Zoveel pech tijdens twee dagen wedstrijd. Hier komt Jarno Hams, zoals bij ieder onderdeel zeer toegenegen begeleid door zijn coach Eddie Veenenberg. Alsof hij de laatste trein nog moet halen. Jarno heeft haast. Hier komt het eerste keerpunt. 20 meter. In no time is hij bij keerpunt 2 en dat betekent dus 40 meter. Hij komt uit, net over de 41 meter. Het zou een plaats bij de eerste 3 kunnen betekenen, maar er moeten nog een paar man komen. Hoe ging die boodschappen doen? Ja, nou, ik raad nog liever de boodschappen, doe ik toch liever in een karretje als het zo moet hoor. Maar ik ben wel tevreden over die afstand. Nou, dat ik veel van de hand af heb. Ben ik wel tevreden. Dat bochtje, dat sneuvelt iedereen op, hè? Dat is de tweede keer, want je benen worden zo zwaar. En dat is elke stap, dat is ja, net als van lopen, 10 kilometer moet lopen ongeveer. Oké, jongen, uitrusten. Uitrusten. En dan is volgende André Bol. Maar die zou toch niet meer meedoen in verband met die rugblessure? Klopt, maar hij vertelde eerder ook dat hij zich steeds zou melden bij ieder onderdeel om op die manier in aanmerking te komen voor een punt. Vandaar dus voor de statistieken André Bol 1 centimeter. Dit is de nummer 2 uit het tussenklassement, Peter Balters. Achterstand op Berend Veenenberg, 7 punten. Hier moet hij gaan scoren en dat gaatje kleiner maken. De 48-35 van Ted van Dieren staan nog steeds. Haast moeiteloos rond het keerpunt nummer 2. In hoog tempo en zeer energiek. Waar stopt dit? Alsjeblieft, ver uit de beste. 53 meter, 20 maar liefst. Wat kan Veenenberg hier tegenover stellen? Ja, ik wou gewoon naar die 60 meter in ieder geval. Ach, goed. Hij ging echt... Hij viel er echt uit, dus ik heb hem niet neergelegd of zo. Het was echt eindelijk. Nou, kijk wat Berend doet. Hè. Nee, de heren hoeven die twee ondingen niet zelf terug te brengen. Daar hebben ze ooit de forkheftruc voor bedacht. 53 meter 20. Kan Veenenberg daar overheen? We zullen het zo gaan zien. Wil de Timberwalk, riant aan de leiding in het tussenklassement, is zich bewust van de dreiging. Peter Balters heeft net een bijna onmogelijk afstand neergezet. 53 meter 20. Ik heb vannacht gedroomd. Dat ik vandaag alle onderdelen ging winnen. Dus... Elk onderdeel? Elk onderdeel. Dus ik hoop dat het de droom uitkomt. Nou, hij gaat beginnen, je grootste concurrent. Een enorme routine opgebouwd in de afgelopen jaren. Berend zeer zorgvuldig in zijn voorbereidingen. Klaar voor zijn gang over de veemarkt. Klaar voor zijn opdracht. 53 meter 20. Geschreeuwde aanmoedigingen van het thuispubliek en van echtgenote Sylvia. Spannend, hè? Ja, hij loopt nog vrij soepel, vind ik. Maar het is in één keer over, hè? Maar voorlopig gaat hij nog steeds heel goed.
tweede keerpunt, 40 meter, maar hij moet voorbij die 53 meter 20. Het is over na 44 meter 95 en dat betekent een derde plaats achter Peter Bouters en Ted van Diemen die ruim 48 meter liep. Bouters scoort 10 punten, Veneberg 8. Het verschil is nog maar 5 punten. Er is nog één onderdeel te gaan. Denk je loper over eens. Wat is dat de bedoeling? Ja, is één keer weg. Overtuigend winnaar wordt Peter Bouters. Chapeau voor Ted van Diemen met zijn 48 meter 35. Dan Berend Veneberg op plaats 3. Gevolgd door het peloton met Gerrits, Hans, Leeflang, Wolters en Bruren. Voorlaatste wordt Ron van Wamel en André Bol ging alleen maar voor de statistiek. Wie wordt de sterkste man van Nederland en wie komen er verder nog op het podium? De onderlinge verschillen zijn klein, verschuivingen zijn nog mogelijk. Zelfs Gert Gerrits, die nu nog zesde staat, maakt kans op een top 3 plaats. Hoe dan ook, het blijft spannend hier in Borculo. Borculo, een mooi stadje in de Achterhoek. Op 10.000 inwoners maar liefst 6 musea, waaronder het Openbaar Vervoermuseum, waar allerlei prachtige miniaturen zijn te bezichtigen. Van antieke autobus tot treinen dwars door de decennia heen. Maar dat is niet alles. Buiten Borculo vinden we de kerkdorpen Geesteren, Gelselaar en Haarlo, samengesmolten tot een schitterend natuurgebied waar mens en fiets, maar ook mens en dier heerlijk kunnen genieten. Borculo en omgeving, een warme verzameling van bewegende ansichtkaarten. Borculo, waar op de veemarkt even de rust wordt doorbroken voor de Stones of Strength. Wat een onderdeel. Ja, dan is het alweer tijd voor het laatste onderdeel van vandaag. De Stones of Strength. En daarin moeten de mannen 5 stenen met oplopend gewicht op een ton neerleggen. Het is echt een heel zwaar onderdeel. Oplopend gewicht, dat wil zeggen 120 kilo, 130, 140, 160, 170 en 180. Inderdaad, dat zijn er dus 6, maar die laatste van 180 is er door een Nederlander tijdens de wedstrijd nog nooit opgegooid. Dus voorlopig houden we hem op 5. 5 knoertzware betonnen kogels dus en 5 vaten, 1,32 meter hoog. De laatste man van het klassement als eerste, Ron van Wamel. 120 kilo in 4 seconden, 130 in 9. 140. Na een kleine 18 seconden ligt hij van 140 kilo erbovenop. De volgende weegt 160. We zien dat Ron links en rechts wat uitsmeert op zijn armen. Dat is hars een toegestaan hulpmiddel dat ze iets beter houvast moet bieden. Bij dit onderdeel geldt de ongeschreven wet van groot en klein. Als je, zoals Van Wamel, aan de wat kleine kant bent, heb je het voordeel dat je niet zo ver hoeft te bukken. Maar is de afstand naar de bovenrand van de ton, 1,32 meter, dus natuurlijk een handicap. Bij de langere deelnemers ligt het uiteraard net andersom. Ze hebben voor dit onderdeel 2 minuten tot hun beschikking, zodat ze zich steeds opnieuw kunnen opladen voor de volgende steen. Van Wamel staat nog steeds op 3 stenen, 140 kilo in 17, 16e seconde. Krijgt hij die van 160 roken. Goed armen erom, op die knieën erin. Op die knieën, juist, dat is het. Juist, hier nu toch. Hier nu toch. Coach Wout Zijlstra weet waar hij over praat. Jarenlang deed hij mee aan de sterkste mancompetities. 3-0 werd hij tweede. En dan is de tijd op. Ron hoeft niet langer, maar toch 3 stenen in bijna 18 seconden. En die tijd kan later bij een gelijk aantal stenen doorslaggevend zijn. Ja, een goede tijd dat wel. Maar ik wilde. Ja, ik zag voor mezelf het al deze. Ja, dat is 20 kilo verschil met die. Het is mooi, het één keer gelukt in mijn leven. Dus, Robert Wolters. Nummer 1 na 7 seconden. En dat is 2, 13 seconden. Beetje langzamer dan Van Wamel, maar misschien is dat een goed teken. Minder explosie, iets bedachtzamer met je energie omgaan. Die van 140 kilometer op, nu die van 160. Sommigen interesseert het niet, anderen beschermen hun onderarmen met winsels tegen de schurende werking van het beton. De kleine wereld van Robert Wolters. Verder bestaat er op dit moment niets voor hem. Alleen een vijand van 160 kilo en de klok die doortikt naar de toegestane 2 minuten. Ja.
Daar heeft hij hem nu nog uitstrekken en erop. Gelukt. 160 kilo in 1 minuut en 7 seconden. Er is nog tijd voor de 170. Hij wil wel en weet dat het publiek er net zo over denkt. ...170 kilo. Nog 20 seconden. Een mooi gebaar van Robert Wolters. Voor deze competitie startte liet hij ons weten dat zijn grootste plezier in deze sport de lol is die hij eraan beleeft. Als die ooit zou wegvallen, dan stopt hij ermee. Maar zo te zien is dat moment nog ver weg. Hey, er kwam een oerbrul uit, ja. Bij die vierde steen. Hey, ik kon hem niet van de grond afkrijgen. Nee, ik zag het. Dat stukje was hem. Als ik hem op mijn knieën heb, dan poeh. Ja. Maar je stond met op je knieën, ja. Met dat ding. Ja, als hij op mijn knieën zit... Dan kan ik hem tegen me aanhouden en dan boem, omhoog. Is dit een persoonlijk record? Nee. Nee? Nee, die 160, die heb ik er al een aantal keren eerder op gegooid. Maar de schwung is eruit. Het is op. Het startsignaal van scheidsrechter Jamie Rees voor Ted van Dieren. Tijdens de Timberwalk presteerde hij voortreffelijk met een tweede plaats. Wat kan hij hier? Dit is de eerste steen, 120 kilo. Laat het maar een voorzichtig aanloopje noemen. 120 kilo in 16 seconden. Na een halve minuut ligt nummer 2 erop. Hij heeft nog alle tijd. Klopt het? Heel vaak gedaan, jongens. Het gaat langzaam, maar Ted weet heel goed waar hij mee bezig is. Hij draait per jaar gemiddeld 8 van dit soort wedstrijden. Dus de routine is er. Nu de kracht nog. Na precies een minuut gaat dat ding van 140 kilo erop. Wordt hij na Wolters de tweede voor 160. Nog steeds is er tijd. 3/4 minuut. Je ademhaling weer regelmatig proberen te krijgen, concentratie opbouwen en dan nog één keer alles geven. 160 kilo. Hij blijft staan op 140 kilo. Ja, die eerste had je meeste moeite mee, leek wel. Ja, want dat is te veel haast om aan, hè. Hij gleed aan de handen vandaag. Hij is wel goed, maar dat moet niet te veel op zitten. Maar ik was al op tijd en dan ben je... Ja, niet goed. Laat ik er toch 3 stenen erop, dus... Ja, 2 en 3 gingen goed en 4 was gewoon te zwaar, hè? Ja, dat is waar. 4 heb ik nog gehaald, 3 heb ik één keer gehaald. En vandaag weer dus. Ja, dat is op zich wel goed. Hij is net als Robert Wolters een van die lange mensen. Angelo Brüer is 1,98 meter, dus die bukken, maar het voordeel van zijn lengte heeft hij bij het tillen. Kijken hoe ver hij komt. Na 15 seconden ligt de 130 erop. En die van 140 kilo pakt hij ook al heel makkelijk. Heel de Brure heeft de oplossing, terwijl Angelo heel sportief wordt bijgestaan door Berend Veenhoven. Wat moet je doen? Eerst op de benen.
Kom op, eerst op je benen, denk ik. 140 kilo moet toch lukken? Op die benen. Kort eraan gaan staan. Boven een vastpakken. Kort naar boven. Boven kijken, kom op. En in één keer. Naar boven. Klim op die bos. Diepe zakje eerst. Die diepe zakje eerst. Eerst diepe zakje. Boven op die bos. Diepe zakje. Diepe zakje. Eerst zakken, zakken, zakken. Zakken met het lichaam. Met die kont zakken. Leg hem op die bos. Kom. Oh niet. Het schiet me weg. Dan moet het laten liggen. Het publiek begrijpt wat er in de arme Angelo moet omgaan. En daarom is er terecht applaus voor de sympathieke Limburg. Ik vond het erg eng, want ik was heel bang dat je hem op je teen kreeg. Ja. En je kreeg hem ook bijna op je teen. Shit man, laat zien. Gaat het allemaal goed hier? Kreeg je hem boven niet? Je kreeg hem niet naar boven, nee, dat zag ik. De kleine danser uit Hardenburg, Gert Gerrits eerste steen in 4 seconden. En nog 120. De tweede in 8. Razendsnel is hij 140 kilo, opruiden 160. De tweede man die na Robert Wolters de 160 pakt, maar hij is veel sneller. 21 seconden is hij nog maar onderweg. Hier is het loeder van 170 kilo. Hij heeft nog ruim de tijd, bijna anderhalve minuut. Zijn coach legt de steen weer op zijn plaats en Gert met zijn 1,81 meter relatief klein laat zich nog eens op. Niet alleen van de tribunes komen de aanmoedigingen, ook Jarno Hans schreeuwt hem naar de 170 kilo. Houdt u het voor gezien? Er is nog steeds tijd, nog ruim een minuut. We proberen het al hoor, gaat snel op. Weer datzelfde beeld. Een coach die alles prepareert, een atleet die zich nog één keer kwaad maakt op dat stuk beton. En Jarno Hams, die ook al niets liever zou willen dan Gert Gerrits, 170 kilo naar 1,32 meter. Op je been. Oh ja. Dit is helemaal vastpakken. En nu, kom op. Kom op, kom op. Ja, 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 ja. Hij is na Wolters de tweede voor 160 kilo. In een supertijd, 21 seconden. Wat is nou moeilijk bij dit onderdeel? Waar ga je nou, moet je nou heel goed op letten als je begint? Dat je je handen direct goed hebt. En dat je je armen eigenlijk iets onder de helft van de bal hebt, door het doorrollen ga je er overheen. En als je hem te hoog vast hebt, ja, dan glijdt hij toch naar beneden. Hoe train je nou zo'n onderdeel? Want je hebt niet van die stenen in de sportschool liggen, toch? Nee, nee, nee. Ja, die kun je niet altijd trainen. Maar je kan ze ook niet te vaak trainen, want dan gaat je veel van de handen af. Ja, je moet af en toe keuze trainen. Ja. Dus het is ook echt een loodzwaar onderdeel. Je bent niet elke week in staat om dit te doen. Nee. Dus. Dat was Jarno Hams en hier komt Eduard Leeflang, de Nederlands recordhouder op dit onderdeel. 120 kilo, 4 seconden. 130 kilo, 8 seconden. 140 kilo in 13 seconden. Kom op, Eduard! 160 kilo in 18 seconden. Als eerste 170 kilo en dat in 25 seconden. Het is ongelooflijk. Het is heel erg spannend, want hij heeft vorig jaar zijn arm gebroken bij dit onderwerp, Leeflang. Gaat die van 180 er dan toch op? Nog nooit eerder tijdens een officiële wedstrijd was een Nederlander daartoe in staat. Wordt de gigant van Midden-Nederland de eerste. Vergrendeld op zijn knieën, nu dat laatste stukje nog. Hoeveel last ondervindt hij van die blessure tijdens de timberwalk, van die gescheurde spier? Verstandig, 170 kilo, sowieso een ereplaats op dit onderdeel. Zijn score staat als enige 5 stenen en dat in die supersnelle tijd, 25/3 seconden. En dan nog één keer de hoop van Vroomshoop, Jarno Hams. Wat kan de jongste van het gezelschap op dit laatste onderdeel? Hij moet een goede score neerzetten, anders gaat Leeflang door zijn prachtige resultaat over hem heen naar de derde plaats in het eindklassement. De 130 kilo gaan in 12 seconden. Niemand was zo snel naar die derde steen. 16 seconden slechts, maar hij moet door. De dreiging heet Leeflang.
Ook hier weer even dat uitsmeren van de hars. Publiek, dat heeft hij nodig. En kracht natuurlijk. Nog een coach in die moeilijke momenten, Gert Gerrits. Hoofdschudden, een mondiaal teken van overgave. Coach, wat is er gebeurd? Het last van zijn rug. Ja, met de laatste een waarschijnlijk te veel voor overgestaan. Dan heb je misschien een spiertje verrekt of zoiets opgerekt. Ik weet niet, maar hij lijkt niet helemaal goed. Maar volgens mij is de derde plek veilig. Dus ik denk niet dat het gevolgen heeft. Ik denk dat het wel goed zit. Maar je sloeg hem ook niet meer toen, hè? Als je helemaal ziet dat het niet meer gaat? Nee, dan kun je wel slaan, maar dat heeft geen zin natuurlijk. Hij moet zich niet forceren, dan gaat alles stuk maken. Dat is niet de bedoeling dus. Berend Veenenberg. Nog nooit stond de titelverdediger zo onder druk. Peter Bouters nog één keer wil hij zijn visitekaartje via veel machtsvertoon afgeven in Borculo. En machtsvertoon, dat heeft het beest vanuit Geest in huis. In 18 seconden worden drie stenen op een dekentje gelegd. Er zijn nog zeeën van tijd. Dat is nummer 4 in dezelfde tijd als Eduard Leegland. Maar ja, die pakt er 5. Kom op! Goed ervoor staan. Kom op! Kom op, Peter! Kom op! Tijd. Tijd. 40 seconden. Kom op! Twijfel, moet ik nog doorgaan? Overleg en dan een verstandig besluit. Het is echt onmenselijk hoor, dit. Ja, normaal gaat ze natuurlijk tot die vierde steen, 160. En nu legt er nog eentje van 170 en 180. Ja, dat zijn instinkers. En je wordt al moeier, dus het houdt gewoon een keer op. Maar voor hem houdt het nooit op. Voor hem is er altijd de gretigheid die hem al jarenlang aan de top houdt in Nederland. Berend Veenenberg. Hij mag nooit falen. Niet tegenover zijn supporters, niet tegenover zijn vrouw Sylvia. Laat staan tegenover zichzelf. Dat zijn er vast 3. 160 kilo, evenveel als Peter Bouters. Maar hij is net iets sneller. Alle reden voor een feestje. Hij hoeft niet meer. De titel is al lang geprologeerd. Maar Berend is er nu eenmaal eentje van altijd moeten. Leven lang achterna. 170 kilo. Eduard Leeflang blijft Nederlands recordhouder op de stones, maar Berend Veenenberg blijkt over 7 onderdelen toch weer de sterkste van Nederland. En dan is er opnieuw tijd voor een feestje, nu samen met Marcel en Sylvia. Oké, voor de 5e keer, reactie. Fantastisch. Blij mee. Vooral met die jongere jongens die gewoon verschrikkelijk hongerig zijn en dan nog een keer kunnen redden. Je hebt ze allemaal weer verslagen. Allemaal weer. Het maakt eigenlijk nog steeds een bar, geloof ik. Geloof ik wel. Wat zette die lange uit Vinkeveen een geweldige prestatie neer met zijn 170 kilo in slechts 25 seconden. Vervolgens kregen we 4 man die allemaal goed waren voor 160 kilo. Alleen was de een wat sneller dan de ander. En tenslotte nog eens een kwartet dat goed was voor 140 kilo. En dat is nog altijd heel erg veel. De eindstand opnieuw de sterkste Berend Veenenberg, gemiddeld 9 punten per onderdeel. Tweede, coming man Peter Bouters. 3 Arno Hamst en op slechts een half punt Eduard Leeflang als 4e. En wat dan nog rest is de prijsuitreiking. Een beker
Zoenen van Milène, maar bovenal de eer en het applaus. Derde plaats voor de Benjamin, Jarno Hans. Nu nog tweede, maar hoe zal hij volgend jaar gaan? Peter Baltus. Ja, alsjeblieft. Ik heb dat nog moeten doen. Voor de vijfde keer is hij de allersterkste van Nederland, Berend Veenenberg. Hij is 35. Wat gaat hij doen? Stoppen? Of durft hij ook volgend jaar de concurrentie met open vizier te bestrijden? Laten we hopen dat laatste. Voor hem niet alleen een beker, zoenen, eer en applaus. Hij kreeg bovendien een bij zijn formaat passend cadeau, een breedbeeld-tv. Volgende week zijn we er weer met de Dutch Grand Prix. En dat is met een internationaal deelnemersveld. En dan ziet u Berend Veenenberg ook weer strijden voor Nederland. Dus tot volgende week.